gaan over Rector of zijn boek. Nee, niet over zijn broek praten. Ja, goed begin, meneer Scholz. Over zijn boek praten. De stress speelt u pijn. Hoe dat in mijn hoofd gekropen geraakt. Een nieuwe kans. U heeft dus een boek geschreven over de veranderende tijdgeest. Wat doen we bijvoorbeeld vandaag in 2023 anders dan in, ik zeg maar wat, louter willekeurig uiteraard, 2009? Een thema ook nog niet door. Heb jij het door, Lieve? Houd van extreme seks of zo? Nee. Ze waren allemaal betrokken in seksschandalen. Al die mensen die je zag. Boris Becker. Ja, Boris Becker. Professor seksschandaal. Iedereen zijn werk wist, master. Nu, eerlijk gezegd, godzijdank ben ik zelf nooit betrokken geweest bij een seksschandaal. Maar je moet toch altijd opletten, want de mensen roddelen zo vlug. Je hebt daar geen gedacht van. Heeft u nog contact met een mevrouw? Nog altijd jaloers, Bart. Ja. Maar ernstig, zou je dat vandaag, 2023, in deze tijdsgeest opnieuw doen? 14 jaar later? Wel, dat zou nu niet meer aanvaard worden, waarschijnlijk. Hè. Mm. Dus dan, en eerlijk gezegd, het genoegen dat ik eraan heb gehad, kan als marginaal worden beschreven. Want omdat het publiek dat niet op voorhand mocht zien, heeft deze dame 2 seconden en 30 honderdste op mijn schoot gezeten. En dat is onvoldoende om een heel leven verder van te blijven genieten. Goed. En ik zou er ook geen probleem meer hebben om dat niet meer te doen. Nee. Dat zijn dingen die inderdaad wat veranderen. Maar het is een illustratie van misschien wel een veranderende tijdgeest. Ja. Zo heet uw boek ook, hè? Tijdgeest. Een perspectief op mensen en tijd. Voor welk perspectief heeft u gekozen? Voor een redelijk cool perspectief. Dus voor een redelijk klinische analyse van de tijd zoals zij is geëvolueerd tijdens mijn betrekkelijk nutteloos ondermaanse bestaan hier op deze planeet. En wat ik heb zien veranderen en ook de golfbewegingen die ik heb waargenomen op heel veel gebieden. Bijvoorbeeld op het vlak van moraal. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat die erg strikt was in de jaren 60, dat men bijvoorbeeld echtscheiding maar iets heel ergs vond en dat homohuwelijken of relaties niet werden geaccepteerd en zo meer. Dan heb ik gezien hoe er langzaam meer vrijheid kwam en nu merken we de laatste tijd dat er toch weer meer wordt gemoraliseerd. Mm. Niet meer op de gebieden van vroeger, maar op nieuwe terreinen. Dat vind ik interessant. Want wat u schrijft en waar u ook heel vaak over tweet, is die bezorgdheid over de vrije meningsuiting. Waarom eigenlijk? Want dat je kan maar, toch ook zeggen, er zijn meer kanalen dan ooit om die mening te ventileren. Ja, maar het is niet omdat er meer kanalen zijn dat de vrijheid groter is. Dat is al een eerste punt. Maar wat ik daar heb gemerkt, heel concreet, is dat je in de jaren 70 bijvoorbeeld had je arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Handicide onder andere, waarin werd gezegd dat woorden die hurting, shocking en disturbing waren, dus echt kwetsend, schokkend en storend, toch goed waren voor het algemeen welzijn. Omdat op die manier de samenleving vooruit gaat. En we merken dat dat vandaag wat is verminderd. Er zijn meer beperkingen op heel wat gebieden. En iets heel speciaals. Een voorbeeld van een beperking? Ik kan er heel wat geven. Door het samenvallen van recht en moraal heb je bijvoorbeeld het ontkennen van de Holocaust mag niet meer, of seksisme, of aanzetten tot haat en zo verder. Hè. Wordt allemaal wat breder geïnterpreteerd. Nu, een punt dat ik daar toch graag zou in maken is het volgende. In de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, hè, is er ook vrijheid van meningsuiting. Maar daar werd gezegd, of staat in het kerkelijk wetboek, die is er alleen wanneer die goed is voor het algemeen nut. Daar is ze dus instrumenteel tegenover een groter belang. En toen ik een jonge kerkjurist was, dacht ik, goh, het zou toch prachtig zijn wanneer de kerk de weg zou opgaan van de staat en ook volop in die vrije meningsuiting zou geloven. En gek genoeg is eigenlijk het tegendeel gebeurd. Is er bij ons ook een grotere voorwaardelijkheid gegroeid, waarbij er meer caveats zijn, dingen die je in het oog moet houden. En eigenlijk kun je zeggen dat de visie van de kerk, onbewust natuurlijk, nu wat meer gangbaar is geworden. Ik beschrijf dat klinisch, met voorbeelden. Ik beoordeel niemand. Ik leg het gewoon uit. Maar vindt u dat we minder vrij... Want wat u daarnet zegt van het ontkennen van de Holocaust, vindt u dat dat niet strafbaar zou moeten zijn? Wel, persoonlijk, maar dat is een persoonlijke mening, vind ik dat uiterst verwerpelijk om de Holocaust te ontkennen. Maar de vraag is of men ook al wat moreel verwerpelijk is, strafbaar moet stellen. En dat is denk ik een probleem op termijn. De vermenging die je kunt krijgen tussen recht en moraal. Het is ook merkwaardig trouwens dat het ontkennen van de Holocaust
pas verboden is, ook in Duitsland, ongeveer 30 jaar na het einde van de oorlog, of 20 jaar, een goede 20 jaar, en dan later in andere landen. Nu, de Holocaust mag men niet ontkennen, maar bijvoorbeeld wel de genocide in Armenië en zo verder. Hoe komt dat? Dat zijn dingen die historisch zijn gegroeid en die te maken hebben met gevoeligheden die nu nog bestaan. Bijvoorbeeld de nederlaag van Ambiorix tegen Julius Caesar, met ook veel doden die toen zijn gevallen, iets waar Limburg nooit voor 100% van hersteld is, ja, daar mag je wel over zeggen wat je allemaal wil. En dat vind ik dus interessant, hoe dat evolueert. Ik beoordeel dat niet. Dat is het verhaal van Vlaanderen natuurlijk ook. Hè, ja, ik probeer... ik vind het heel interessant. Ik vind de Holocaust een heel interessant. We zijn in het kader van ons congres ook volop bezig met het verhaal rond de boek en dan aanzetten tot haat en freedom of speech. Hè. Dus dat, we gaan ook een studiedag organiseren over enkele weken. Bart de Wever is er ook volop bezig van alles over te publiceren en te schrijven. Maar het is interessant, aanzetten tot haat. Eigenlijk zouden we dat de wet moeten, hè, de strafwet. Want wat is haat? Ja. Voor de ene is haat... Er is ook geen verbod om te haten. Dat kan je moeilijk doen. Dat is nog altijd een mening die je mag hebben. Ja. Of een sentiment. En dus aanzetten tot haat is een heel, heel moeilijk juridisch definieerbaar begrip. Ja. Heel rekbaar voor rechters en moeilijk dus. Maar ik vind de Holocaust persoonlijk... Dat is mijn persoonlijke standpunt. Dat ligt nu te gevoelen. Ja, maar ja, voor mij is het punt voel... ook, als het tot geweld leidt, dan is er een probleem. Maar haat to court, ja, er is heel veel haat, zelfs op Twitter en zo verder, die niet zo zal genoemd worden. Mm. Maar eigenlijk, want dat wil ik toch ook even zeggen, ik wil hier ook geen proces maken van onze tijd. Onze tijd is niet heilig. Het verleden was dat evenmin. Eigenlijk probeer ik een optimistisch boek te schrijven voor een breed publiek over hoe je de tijdgeest kan kennen en analyseren. Mm. En daarin, meneer Scholz, dat wens ik ook u toe, zo gelukkig mogelijk in die tijd. Dat is zo fijn. Ik voel ook...